keten Jefijna Kobas. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Kobas van afdeling Woon. Wat kan ik voor u doen? Ik neem telefoontjes aan, ik pleeg ze zelf ook. We verkopen dus verzekeringen eigenlijk. Dat is voor schadeverzekeringen, maar ook zeg maar levensverzekeringen en dergelijke. Dus overdag dan bellen de klanten en 's avonds bellen wij ze zelf. Dan hebben ze bijvoorbeeld een offerte aangevraagd en dan gaan we kijken of ze er vragen over hebben. Dit is het begin van mijn werkdag. Iedereen heeft zijn eigen kluisje. En je pakt je eigen bak eruit en dan ga je kijken waar je een vrij plekje hebt en daar kun je zitten. Dat kan. Zou ik misschien eerst die postcode en huisnummer mogen? Je hebt hier twee diensten. Je begint of 's ochtends vroeg 9 uur tot een uurtje of 2:30. En anders van 2:30 tot 9. Nou, ik doe zelf grotendeels alleen maar de avond, dus dan ga je uitbellen. Dus je doet alles telefonisch. Je gaat niet bij klanten langs. Ja, nee, wij hebben een heel leuk team. We doen binnen het bedrijf heel erg veel aan teambuilding. Buiten werk gaan we wel eens de kroeg in inderdaad. En dat ja, is altijd wel leuk. Dus het maakt ook de sfeer leuk als je weer op het werk bent. Hier achter mij zie je een bord staan. Er staat op aangegeven per welk product en hoeveel medewerkers op die skill aan het bellen zijn. Daarachter zie je hoeveel mensen er nog over zijn, hè, dus bereikbaar. En daarachter wordt, als het goed is, een 0 te staan, want dan zijn er geen wachtende. Ja, nee, scholings- en trainingsmogelijkheden zijn heel goed, want ja, je begint meestal met 1 product. En als je dan de rest eromheen begrijpt, dus zeg maar de computer en hoe dat allemaal werkt, dan krijg je meer producten erbij. Kijk, als je zelf heel stil bent en niet echt van klantencontact houdt, dan zou je dit echt afschuwelijk vinden, denk ik, want daar ben je de hele dag mee bezig. Je krijgt wel eens telefoontjes binnen natuurlijk van iemand die heel ontevreden is of kwaad om iets. En je moet dan natuurlijk wel rustig kunnen uitleggen waarom dat zo is. Het is wel de bedoeling dat je vriendelijk bent, commercieel ingesteld en ook ja, dat je in kan leven in een persoon die belt.